Ik ben Charles Koonen, ik zit in de activiteitencommissie van Beste van Bonnen en ik ben doorverwezen naar de kunstcommissie. Is dit het eerste jaar dat u in de organisatie zit? Ik zit al voor het derde jaar in de organisatie. En wat maakt dit jaar bijzonder dan aan andere jaren? Dat wij dit jaar ook wat gedaan hebben met poppen. Met poppen uit de kunst. En die zijn door kunstenaars beschilderd. Dus gewoon etalagepoppen, verdeeld aan een aantal kunstenaars. En die mogen zelf die poppen weer beschilderen. Mijn naam is Monique Hemink. Ik werk bij de vrijwillige politie in Hengelo. En wij zijn hier vandaag ter preventie en ter observatie. En het is een superleuke dag. Het weer zit helaas niet altijd mee. Maar ondanks dat is het toch een goed bezocht evenement. Heeft de politie eigenlijk wel wat te doen vandaag? Nou, tot zover hebben we gelukkig niet op hoeven te treden voor het een of het ander. Maar dat zeg ik, wij zijn vaak de preventie van dingen. We hebben dit jaar gekeken naar het bandje, voor het eerst een bandje op de kunstmarkt. En het, een aantal jaren geleden heb ik ze gezien in Denenkamp bij het gemeentehuis. Het is een bandje Rin Tin Tin van het bouwhuis uit Losser. Van gehandicapten zijn dat. Ja. En ze maken gewoon geweldige muziek en ze hebben er zelf heel veel lol aan. Ik word weggezet. Oh, nog uitgelachen ook. Oh.